Hallo lieve mensen, welkom bij een Facebook-YouTube-uitzending van Nehemia Paramaribo. Ik ben broeder Henk en ik wil met u kort stilstaan voor de Vaderdag. U weet het, deze komende zondag is het weer Vaderdag en u weet, één keer in het jaar worden de vaders gewend. Dat geldt ook voor de moeders en we hebben ook een kinderdag. En ik wil met u gaan kijken, wat zegt Gods woord over vaders? En u mag weten, ik heb altijd zoiets van, waarom één keer per jaar Vaderdag? Waarom één keer per jaar Moederdag? Het is toch elke dag Vaderdag en Moederdag, maar dit even terzijde. Ik was even aan het zoeken in de Bijbel en ik kwam meer dan 800, 850 maal het woord vader tegen in de Bijbel. In het Oude Testament zelfs al 524 keer wordt over vader gesproken. Dus dat moet ons toch wat houvast geven over vader zijn. En wat zegt de Bijbel daarover? En ik wil met u gaan kijken naar een paar teksten. De eerste tekst die we wat gelijk binnenkomt bij ons is natuurlijk het gebod in de 10 geboden. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden. Ook een ernstig woord. En ik kwam tegen in Psalm 103 en ik lees hem even voor. Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de Heere voor wie hem vrezen. Hier praat hij al over het vaderschap en dan liefdevol. En bedenkt u Matthäus 5, waar Jezus ons eerste gebed leerde. Het onze vader. Niet uw vader of zijn, nee, onze vader. Het is, of je nou wil of niet, God is onze Vader. Verder in Matthäus 10, vers 37 zegt Jezus, die vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waardig. Dus er is een volgorde van liefhebben in de Bijbel. En dan hebben we nog Efeze 6, vers 1 tot 4, waar Paulus zegt, kinderen, wees uw ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is recht. Eer uw vader en uw moeder. Kom weer terug. Dit is immers het eerste gebod met een belofte. Opdat het u welga en gij lang leeft op de aarde. En gij vaders, verbittert uw kinderen niet, maar voed hen op in de tucht en in de terechtwijzing des Heren. U ziet, we krijgen best wel aanwijzingen over het vader zijn, het vaderschap. En ook sommige personen in de Bijbel, die wil ik er even bij halen, als we denken aan Job. Job. Het ging goed met Job, had veel kinderen, veel bezittingen, was gewoon rijk, een rijke boer. En wat deed Job, lezen we, elke avond bracht hij zijn kinderen bij God. Hij bad voor ze, want hij dacht, als ze iets fouts hebben gedaan, laat ik dat gelijk bij God brengen. Want waar moet ik het anders brengen? En dat deed hij. Wat denkt u van Eli, priester Eli? Toen kleine Samuel bij hem in de leer ging en wat lezen over de zonen van Eli. Ze deden niet wat God wou dat ze doen zouden. Ze kwamen verschrikkelijk aan het einde. Dat was het verhaal wat Samuel doorkreeg van God. Toen God hem een paar keer had geroepen. Misschien herkent u het verhaal nog. Maar diezelfde Samuel, dat moet ik ook zeggen. Ook zijn kinderen waren ongehoorzaam. Door de ongehoorzaamheid van zijn kinderen werd er een koning gekozen. Tegen de wil in van God. En u weet nog, de eerste koning was koning Saul. En dat liep ook niet goed af. Ik moet ook denken aan een ander voorbeeld. Is Abraham, die wel gehoorzaam was. Die zo ver ging dat hij Isaac meenam de berg op om hem te offeren. En dan komt die tekst wel duidelijk naar voren. Die vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waardig. Vader zijn is niet gemakkelijk. Vader zijn is een lastige klus. Maar ik kan u zeggen, voor degene die naar de kerk gaan, degene die geloven, betrek God in uw vaderschap. God zoekt geen perfecte vaders, want hij is de perfecte vader. Ik vind een mooi voorbeeld van Jezus zelf. U kent dat verhaal, Lucas 15, de verloren zoon. En in dit geval wil ik kijken naar de vader. Hoe deed de vader toen de verloren zoon weer terugging?
Het was een vader die zijn kinderen lief had. Is een voorbeeld voor ons, wat er ook gebeurt. Wat kinderen ook zeggen tegen u. Wat kinderen u ook doen. Wat ze u hebben aangedaan. We kunnen veel verdriet krijgen van kinderen. Er zijn ook heel veel vaders die geen goede herinneringen hebben aan Vaderdag. Die hun kinderen niet mogen zien. Of wat denkt u van die mensen die hun kinderen hebben verloren. Te vroeg afscheid hebben moeten nemen. Of misschien vaders die niet eens weten waar hun kinderen zijn. Vaderdag brengt altijd gevoelens naar boven. Maar de vader van de verloren zoon was blij en hij omarmde zijn verloren zoon. En hij gaf hem bijzondere cadeaus. En dat is geweldig. Laat ons dat voorbeeld als vader vasthouden. Het laatste wat ik wil zeggen is, ook iets belangrijks wat Jezus zegt als we het over vaders hebben. Hij zegt, niemand komt tot de vader dan door mij. Ik kan alleen maar zeggen tegen vaders, of u nou naar een kerk gaat, of u nou al gelooft, of u de Bijbel goed kent of helemaal niet kent. Zorg dat u deze vader kent. Het gaat uw leven veranderen. Ik kan u zeggen voor alle vaders, als u deze vader omarmt, een kans geeft, en we hebben net gelezen, het gaat via Jezus. Betrek, zoek Jezus. Maak een keuze. Zorg dat Jezus het fundament is in uw leven. Met dat fundament kunt u alles aan. Ook al is er een coronavirus, ook al op dit moment zijn er veel besmettingen in Suriname. Maar dan mogen we weten, God is hierbij betrokken. Maak kennis. Zoek een kerk op. In Suriname ligt het even stil. We gaan van lockdown naar total lockdown. Volgens mij, soms denk je, we komen er niet uit. Maar ik kan u vertellen, met Jezus komen we er altijd uit. Want hij is ook in deze situatie. Zorg voor een solide fundament. Ik hoop dat ik u gezegend heb. Dit is een kort woord ter bemoediging. Zorg dat u de vader wil zijn die hij wil dat u mag zijn. Ik groet u in Jezus' naam. Blessie. Lieve mensen, ik dank u voor het luisteren. Ik hoop dat u hebt genoten van de korte bemoediging en ook van het lied. Mocht u ergens hulp bij nodig hebben, niet alleen in het vaderschap, maar over het algemeen, reageer, geef een belletje, dan kunnen we u altijd mee helpen. Ook is het voor gebed, we staan daar open voor en over gebed gesproken. Ik wil graag dit moment ook afsluiten met gebed. Vader in de hemel, ik dank u wel dat u op de eerste plaats onze vader bent, Heer. Dat kunnen we zien in uw woord, in de Bijbel. Maar dat mogen we ook elke dag ervaren. En uw vaderschap is perfect. We komen niets tekort. En dank u wel daarvoor, Heer. En op dit moment bid ik ook voor alle vaders die luisteren of geluisterd hebben naar deze boodschap, Heer. En ik bid, Heer, dat ze in hun vaderschap u als vader gaan betrekken, Heer. Zodat ze zich daarin in gaan uitstrekken. Dat ze een betere vader mogen zijn. Ze hoeven geen perfecte vader te zijn, Heer. Maar ze mogen en moeten daarin liefdevol mogen zijn naar de kinderen. Ik bid voor geduld. Ik bid voor wijsheid. Ook in situaties waar het lastig is als vader. Of als dingen zo stuk zijn gegaan. Dingen zo moeilijk zijn geworden. Moeizaam. Heel veel vaders die teleurgesteld zijn. Vaders die gekwetst zijn. Vaders die boos zijn. Heer, ik bid. En ik bid het speciaal voor de gekwetste vaders. Dat ze mogen zien dat er toch nog een perfecte vader is. Heer, en ik bid, Heer, in het algemeen, voor iedereen die luistert, maar in bijzonder, Heer, ook voor Suriname. Wilt u het vaderschap gaan herstellen, Heer? Wilt u weer vaders brengen op de plaats zoals u dat bedoeld heeft, Heer? Dat vaders weer gaan staan op die positie, in hun gezin. Vaders zijn voor hun kinderen. Geeft u ze liefde, geeft u ze wijsheid. En ik vraag uw zegen daarvoor. Ik dank u voor wie u bent en dat u ons nooit laat staan. Ik zegen hierbij alle vaders, alle broeders, alle toekomende vaders, de mensen die misschien het moeilijk hebben. En ik zegen hen ieder in de naam van de Vader, de grote Vader, de Vader die er altijd is. In de naam van de Zoon, in de naam van de Heilige Geest, in Jezus' naam. God zegen, blessie. Thank you.
storm, blijft u heer, hoogste heer. Ook als de nacht mijn zicht vervaagt, toont hij zijn liefde die mij draagt. Al woeden storm, bekleed met zijn gerechtigheid.